Hallo dames en heren, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering. Dit is GTA 5 en dit keer gaan wij proberen overleven en op een berg zien te komen. Kijk of het lukt. We gaan dus even dat zijpaadje nemen, want daar moeten we naartoe. Hier dadelijk naar rechts toe. Hele scherpe bocht. 3, 2, 1. Oh! Hier hebben we een zijpaadje. Er komen echt... Oh, serieus, 2 sterren achter mij, jongens. Oh, is toch verschrikkelijk. En wat... Dit kan je toch niet lopend doen? Ja, het kan wel. Of met een auto, dat ga je nooit redden. Moet je kijken hoe stel dat is. Oh, nou, met de auto kan je het wel gewoon doen, doei. Die politie. Hij is weg. Wow, dat was mooi. Even kijken wat er bovenop het raam waterreservaat zit. Want ik ben gewoon nieuwsgierig, hè? Dat mag. Zo'n waterreservaat staat er niet voor niks. Zo, klimmen. Mij benieuwen. Jullie ook? Wat hebben we hierboven? Helemaal niks. Helemaal niks. What? What the fuck? Ik hoor een beest. Dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Er zit een wild beest daar. Wedden? Ik ga mijn pistool pakken, jongens. Want ik vertrouw het niet. Ik ga niet mijn moeder bellen. Rustig blijven. Ik pak een soort van assault rifle. En ik ga even mikken. Waar zien we iets? Zien we hier een beest? Oh shit, ik durf niet naar beneden. Waar zit het? Het zit daar in de bosjes. Ik voel het. Oh, daar komt het! Daar komt het! Oeh, daar staat hij! Hij zit om mij te loeren. Oeh, ik ga weg! Ja, ik moet hem schieten, denk ik. Ik moet hem schieten, sowieso. Ik moet zijn vacht gaan gebruiken voor weet ik niet, voor wat. Maar ja, dit kan ik niet gebruiken, dit. Ik moet hem echt schieten. Excuus. Sorry, WNF. Excuus. Nee, kan ik hem schieten? Oh, shit. Ik ga hier staan. Yes! Huppakee! Dat doen we met wilde dieren. Gewoon een leeuw, hè? Gewoon een keiharde leeuw hier zo, hè? Nou, mooi heeft hij me niet te pakken. Dat is alleen maar goed. Oh, weer een leeuw! Ik ga er gewoon langs. Doei. Dit is echt een hele vervelende weg. Dit rijdt ook helemaal niet lekker of zo. Oh, leeuw. Hallo. Sorry. Holy crap. Zijn dat damherten? Dammetjes. Joehoe. We zijn bijna boven, jongens en meisjes. Het gaat er heel erg hard op schieten. Het is heerlijk hoor, deze scooter, of motor. Dat is echt een heerlijk dingetje. Wat gaat hij doen, leeltje? Sorry! Wat doe ik op mijn leeuw aanrijden? Zo, dit is echt uberhoog. Dit is echt gaaf. Mooi uitzicht dadelijk, joh. Danger. Kun je rechts gaan? Dat staat danger. Lijkt me dan iets minder. Ik denk dat we nog even helemaal naar boven moeten. Want we zijn nog niet helemaal op de top. Dat is bijna. Als we deze trappetjes omhoog gaan. En hier zijn we dan eindelijk bij het topje van GTA 5. Het hoogste punt van de hele game. En we hebben echt een schitterend uitzicht. Het ziet er echt schitterend uit. Ik laat het even zien. Dit is dan het allerhoogste. Nou, eigenlijk officieel natuurlijk dit. Dit is misschien wel het hoogst. Nou ja, misschien kunnen we die mast nog beklimmen daar. Maar dat... Ja, het is fantastisch. Het ziet er heel gaaf uit. En wat we hier kunnen doen is eigenlijk helemaal niks. Ja, ik kun je wat laten zien, want er is een soort van... Ja, het is een soort geheimpje of zo. Het is heel apart. Maar het is er wel. En het is hier binnen. En er hangt een poster binnen, als het goed is. En dat is een poster van de berg, zoals je hier ziet. En er zijn heel veel easter eggs die Rockstar heeft verstopt in GTA. Er zijn echt zoveel video's van op het internet. Echt zoveel video's. En... Ja, dit is gewoon een soort van easter eggs die ze hebben gemaakt. En dit is dus de berg zelf, hè. En hebben ze iets getekend met allemaal alien dingetjes en eitje. Maar er is dus als je iets bepaalde acties doet of zo, dan ga je ook aliens, een alienschip zien. Dus als je dan bovenaan de berg staat,
dan kan je dus, als je ergens naar inzoomt of zo, dan zie je ook een, echt een soort van alienschip. Ja, ik heb het wel eens op internet gekeken, het was heel apart. Maar ik heb het nog nooit gezien in GTA, maar dat zou dan ongeveer aan de zeekant, dus die kant zou je dus iets van een alienschip kunnen zien of zo. Zoiets begreep ik. Ik kan even kijken of ik iets kan vinden, maar ik denk niet dat het er is hoor. Het is hier allemaal een beetje stil in de lucht. Zien jullie een alienschip? Ik zie helemaal niks. Dus ik weet niet, voor mij moet je iets unlocken of zo. Maar hier staat ook iets, kijk. Dat hoort er ook bij, dat weet ik toevallig. Hier. Come back when your story is complete. Dus dat houdt in wanneer het spel voltooid is. Nou ja, ik heb mijn spel uitgespeeld. Maar nog niet 100%, dus ik weet niet hoe ze dit... Ja, hoe ze dit omschrijven. Maar goed, ik weet wel dat het hier heel erg koud is. Dat zie je al aan de adem. Dus we gaan maar even proberen om levend hier vanaf te komen. En dat zijn deze prachtige scooters. De groene is wel het mooiste, denk ik. Ik pak de groene. En we gaan eens kijken of we hier vanaf komen van deze berg. En of we hier levend vanaf komen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. We gaan het gewoon proberen. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ta-t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 a. Wow! Holy crap! Woehoe! Oh, nee! Niet doodgaan! Oh, shit! Ik ben net zo'n pop. Dat ging niet goed. Maar ik ben wel bijna beneden, dat scheelt. Maar, mijn wapen heb ik nog wel, maar niet mijn motor is weg. Dit is wel heel erg balen, dit. Daar ligt hij. Mooi zo. Ik ben blij dat hij hier in de buurt ligt. Komt u maar. Een sprunk motor. Snel naar eruit hier. Volgen dit paadje, heel dun paadje. Eng, dun, miezerig paadje. Oh, kijk uit. Oh. Ja, dit gaat goed. Wow. Woehoe. Ja! Dit gaat helemaal goed. Oh! Oh! Dat was heel pijnlijk. Oh. Nou, het is dus toch wel gelukt om op de berg te komen. En helaas hebben we het niet levend gehaald. Voor dit leuke video, vergeet geen like te geven en te abonneren. Minder van scherm weer. Meer van dit soort video's, laat het weten beneden in de comments. En tot de volgende keer. Doei!